Welkom bij deze aflevering van Ik zing mijn herinnering. Vandaag gaan we het hebben over een liedje van Jules de Korte. Ik zou wel eens willen weten. Maar ja, nou staan wij hier op de Brouwersdam. Wat heeft dat nou met het liedje van Jules de Korte te maken? Ik zou zeggen, blijf kijken, want de oplossing gaat komen. Maar eerst, Wout, iets over deze plek hier. Ja, dat is wel goed. Het is een heel beladen plek eigenlijk. Het is 70 jaar later, maar 70 jaar geleden was deze dam er nog helemaal niet. En het was 31 januari in de nacht, van naar 1 februari. En op dat moment was er een springvloed achter mij, vanuit zee. Van die kant eigenlijk. En een noordwesterstorm. En dat samen leverde zoveel energie en kracht op, dat de water beukte op de kust hier. En het eerste eiland daar, en het is helemaal overstroomd. Ook met verder het land in, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant. Met 1836 doden als gevolg. En voor Nederland echt ongekend, hè? Ongekende natuurrampen. Ja. Nou, toen we dus verder op zoek waren om wat meer informatie eigenlijk daarover te krijgen. Toen kwamen we op een dorpje terecht, Drijschor heet dat. En daar hebben we iemand gevonden die die ramp heeft meegemaakt als kind. Dus daar gaan we zo mee praten. Nog steeds denken jullie natuurlijk, oké, en dat liedje van Jules de Korte dan? Ja. Maar ja, nog even geduld toch? Het komt en zullen wij dan op weg gaan naar Drijschor dan? Ja! Januari, de dag dat mijn vader 40 werd, woeit vreselijk hard. Maar we gingen, zoals altijd, gewoon naar bed. Mijn broer en ik, mijn broer is 6 jaar ouder. Dus wij sliepen boven in het huis, op de zolder noemen we dat. En we gingen gewoon niks verder aan de hand. Tot ik me herinner dat de klok luidde, de torenklok, deze torenklok. En ik, mijn moeder helemaal in paniek bij mijn bed stond en ik moest uit bed en ik moest mijn jas aan over mijn pyjama. Okay. Nou, als kind is dat heel raar. Het is heel raar. Vreselijke paniek. Want mijn vader was naar de dijk geweest en die was naar huis en had tegen moeder gezegd: waar zijn de kinderen? Ja, die liggen op bed. Eruit, zegt hij, we moeten hier weg. En toen zijn we daar weggegaan en ik weet, dat hoor ik nog, mijn vader droeg mij. Mijn broer liep, mijn moeder ook, maar die liepen al tot zover in het water, tot het middel in het water. Mijn vader droeg mij en hij had mijn broer vast en mijn broer had mijn moeder weer vast. En ik hoor hem nog zeggen, steeds maar, vasthouden, vasthouden. Want het water dat kolkte door de straat en werd natuurlijk steeds hoger. En onderweg woonde de moeder van mijn vader. Nou, hele oude oma, opoe zeiden wij daar altijd tegen. En die voelde aan de deur, was op slot. Heeft hij ingetrapt, gewoon de deur ingetrapt. En inderdaad, zijn moeder lag misschien in de bedstee, maar in ieder geval die sliep. Die heeft hij opgepakt met deken eromheen. En ook gedragen. En zo zijn we dus met steeds minder water om ons heen, omdat het steeds hoger werd. Zijn we dus hier op de ring gekomen en de moeder van mijn moeder, die woonde hier op de ring op nummer 39. En daar was het nog nagenoeg droog. Nou, we staan dus hier op het punt waarop gezien kan worden hoe hoog het water heeft gestaan tijdens de stormvloed in 1953. Dit is het hoogste punt geweest van zo hoog is het water hier geweest. Toen moesten jullie hier weg uiteindelijk. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja. Nou, wij woonden dus bij mijn oma hier op de ring. En die boot die was zo ver gekomen, een roeiboot, tot waar die net tegen de dingen aan ging. En toen werden we in de boot gedragen. Zijn we dus met die roeiboot naar het haventje
geroeid, gevaren, waar in de haven een vrachtboot lag. En zijn dus daar vandaan zijn we naar Dordrecht gegaan met die boot. Ja. En in Dordrecht stonden een heleboel bussen. Ja. En dan zijn we met bussen naar Utrecht gegaan. En ik weet nog wel dat we op een gegeven moment, ik weet niet of dat dezelfde dag was, maar of de andere dag, dat ik met mijn moeder naar de jaarbeurs ging. En dat daar een gigantische hoeveelheid spullen waren van kleding en kussens en matrassen. En wat mij het meest herinnert zijn de schoenen. Ja, ja, ja. Honderden paren schoenen. Ja. Maar dan moest je iets geven van jezelf. En toen heb ik van mijn moeder moest ik de door haar gebreide pullover die ik aan, ik was van jouw leeftijd ongeveer, ja, jaar 5. Ja. Moest ik inleveren. Dat was mijn mooiste pullover. Ja. Dat was vond ik helemaal niet leuk. Nee. Maar nee. Dat is mijn belevenis, ja, met de watersnood. Ja. Maar nou hebben we het dus over die hulpacties. Hè? Ja. En wij hebben de kijkers beloofd de link te gaan leggen met Jules de Korte. Ja. En nou komt het moment. Even opletten. Namelijk, er was dus een actie. Beurzen open, duiken, oh, zo heette, zo heette die. Ja. En wie zong daar het actielied? Jules de Korte. Toen de mededeling doen, het rampenfonds dat krijgt een dikke 5 miljoen. Het ligt in alle oren, van Dokkum tot Maastricht, van hier tot in de lopen, beurzen, bomen en rekenlicht. Ja, Jules de Korte die... werd dus toen bekend met zijn heldere stem eigenlijk, hè, en zijn mooie pianospel. Er waren nog geen beelden bij. Hè, van het beeld wat wij nu van Jules de Korte hebben is die man met dat hoge voorhoofd, rechtop achter de piano, zonnebril op. Hè, van, dat is eigenlijk het iconisch beeld. Hè. Ja. En dus Jules de Korte, het liedje Ik zou wel eens willen weten. En toen wij de kerstopname maakten, toen kwamen we in contact met Via. En Via die zei, ik heb een mooi verhaal. Vroeger ben ik heel veel contact gehad als vrijwilliger met een meneer. Die is uiteindelijk 100, 102 geworden. En die meneer zong altijd dat liedje. Dus elke keer als ik dat liedje hoor, dan moet zij denken aan die meneer. Dus zij heeft daar een mooi verhaal over. Ze woont in Purmerend, daar gaan we zo naartoe. Dus het is nog even rijden hier vandaan, van Zeeland vandaan. Ze heeft ook aangeboden om dat liedje te gaan zingen met ons. Haar man Ger, die gaat op de piano, dus het wordt allemaal spannend hoe we dat gaan doen. En nou ja, wij gaan zo weer richting die kant uit. Ik wil jou, of wij willen jou ontzettend bedanken voor jouw mooie, graag hele gedaan, mooie verhaal. Graag gedaan. Toen mijn kinderen groter werden en zelfstandiger. En ja, dan ga je tijd overhouden en dat is nutteloos, zonde. En toen ben ik in de Zonnebloem, heb ik mij aangemeld als vrijwilliger. En toen kwam ik in contact met de familie Hulsman, het echtpaar Hulsman. En die meneer Hulsman, die zong altijd een liedje. Ach, dat was van, ik zou wel eens willen weten, waarom zijn die bergen zo hoog? In 2006 is een vrouw overleden. En toen was die man vreselijk verdrietig. Toen waren ze al 65 jaar getrouwd. Dat feest hebben we ook allemaal nog mee mogen maken. En iedere keer als ik toch weer bij hem was, dan was ik, begin ik weer te janken. Ik zei, dat geeft niet, gewoon doen, maakt niet uit, dat mag. Maar het was ook meestal vrij snel over. En hij had altijd moppen en grapjes en altijd vertellen van zijn hele familie, wanneer ze jarig waren, geboren waren, overleden waren. En dat was gewoon altijd, ja, gewoon leuk om heen te gaan. Toen had hij op een gegeven moment hulp nodig voor zijn tuin, want dat redde hij niet meer. Toen was hij dus inmiddels al 100. En toen heb ik gezorgd dat de vriend van ons, van mijn man en ik, die heeft die tuin verder op orde gehouden. En dan gingen we dinsdagsmiddags heen. En dan vond hij het ook leuk, want wij ook altijd kwamen, mijn man en ik. En dan gingen we dus mochten ze een uurtje werken en dan moest ik ze binnenroepen, want het was de tijd voor de borrel. En iedere keer begon ik toch weer, als we er waren, het liedje te zingen van ik zou wel eens willen weten, en vooral als wij met z'n drieën in gesprek waren en hem er even niet bij betrokken, dan begon hij zo van ik zou wel eens willen weten.
Dus zodoende heeft dat liedje voor mij toch wel heel veel betekenis. Dat hij, weet je, contact had met vuur van die 100-jarige, heeft hij ook contact gehad met André van Duin. Die dus de quiz deed met 100-jarigen. En dat mocht hij meedoen. En nou, dat is een feest geworden van hier tot Gien. En daar bleef hij over praten. Ik heb op mijn tablet nog wat beelden van de quiz met André van Duin. Waar Joop Hulsman dus ook bij was. Welkom bij Alle 100 op een rij. Een quiz van kandidaten van 100 jaar en ouder. En de vraag is, wie heeft er het afgelopen 100 jaar het best opgelet? Joop Hulsman werd begin dit jaar 100. Daar is hij. Dat is voor Joop Hulsman. Kan, gaat hij vissen. Wat kook je, wat is het lekkerste, wat eet je het liefst? Hutspotje. Kookte altijd zijn eigen eten, ongelooflijk. Italiaans. Ik raad mijn broer ook een potje. Je broer, oh, je maakt voor je broer ook? Ja. Ja, want je broer is er ook, hè? Ja, die zit daar. Is, er, welke, is dat je, oh, dat is de, ja, dat is de jarige. Mijn kleine broertje, ja, kleine broertje, zei hij altijd. Ja. Hoe oud bent u geworden? 69. Oh, je jongste broer. Mooi span samen, die twee. Echt. Ja, verwachten dat je hier aan tafel bent, hè? Ja. Hebben jullie dit verteld? Jules de Korte die heeft dit actielied gezongen. Op een gegeven moment werd zijn broer 98 jaar en toen was hij zelf al 102. En dus waren samen 200 jaar. En dat was natuurlijk, voor die broer werd een heel groot feest gegeven. En hij wilde daar graag heen, dus mijn man en ik hem opgehaald van daarheen. Dus toen hebben ze helemaal hand in hand gezeten. En dat was zo ontroerend, dat was zo lief. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien was er veilige stut voor de hemel nog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel iets willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Nou, Via en Ger, ontzettend bedankt voor jullie inbreng. Heel leuk. Ook leuk dat jij zo lekker op de piano meedoet. En als u nou thuis ook een liedje van vroeger heeft waar u wat meer aandacht aan wil geven, waar u goede herinneringen of speciale herinneringen aan heeft, neem dan contact met ons op en dan gaan we kijken of we daar samen iets moois van kunnen maken. En graag zien jullie weer bij een volgende aflevering van...
Ik zing mijn herinnering.